Dolf Rox hier in de Arena. Jullie werken samen met Ajax natuurlijk op het gebied van de jeugd. Mark Overmars zei net, eigenlijk is het vooral gunstig voor Sparta. Kan je dat uitleggen? Ja, dat kan ik wel uitleggen. Kijk, op het moment dat Sparta talentvolle spelers heeft, kunnen de clubs die de financiën hebben, spelers weghalen. En onder de 12 voor niks en boven de 12 14.000 euro per opleidingsjaar. Nou, en Ajax heeft vanaf het begin eigenlijk met ons meegedacht. Dus op het moment dat ze jongens weghaalden waar ze niks voor hoeven te betalen, kregen we toch geld. Mm-hmm. En dat hebben we tweeënhalf jaar geleden met Mark zo afgesproken. En dat komt hij steeds na en dat is voor Sparta gewoon een prima deal. Waarop op een gegeven moment een contract is voorgekomen, een samenwerkingscontract, overeenkomst. Ja, en wat houdt dat precies in? Kan je dat concreet vertellen? Dat ze niet meer dan 3 spelers per jaar halen, onder de leeftijd van 15 jaar. En dat wij daar een behoorlijke vergoeding voor krijgen. En wat is dan het verschil tussen wat er bij de andere clubs kan gebeuren? Is dat dan het verschil in hoogte van het geld? Zeg maar? Nee hoor, nee, niet in hoogte van het geld. Het gaat erom, dat ik net al zei, tussen onder de 12 kan je spelers gratis weghalen. Dat gebeurt jaarlijks bij ons. Niemand kan bepalen of dat een talent is voor het eerste elftal, maar toch worden er spelers weggehaald. 2 jaar geleden waren het 12. 5 naar Ajax, 5 naar Feyenoord, 2 naar buitenland. En we hebben gezegd, ja, dat vinden we verschrikkelijk. Dus we doen er alles om ze te houden. Maar dat valt niet mee. En de regels zijn in Nederland nog zo dat het wel kan voor bepaalde bedragen. Het is 2 of 3 jaar geleden kwam bij Mark en zei ik van ja, je gaat me nu echt wel pijn doen. Je haalt spelletjes weg waar je niks voor hoeft te betalen. Wel echt in optiek toppertjes kunnen worden. Toen zei hij, maar ik wil er wel voor betalen. Toen heeft hij ons daar een eerste mooi bedrag voor gegeven. Zonder dat hij dat hoeft te doen. Het is een beetje net zoals Bayern München doet in Duitsland. Hè? Je moet de clubs op het niveau houden waar ze zitten, want dat maakt je competitie interessant. En voor hen zei hij, van, ja, die opleiding van Sparta moet gewoon op het niveau blijven waar ze nu zitten. Maakt dat je ook trots dat de club als Ajax, hè, misschien een van de grootste opleidingen van de wereld, ook qua faciliteiten, qua trainers, qua alles, dat die per se met jullie deze samenwerking aanbrengen? Ja, maar het gaat niet zozeer om die samenwerking. De samenwerking voor die spelers is natuurlijk, dat is gewoon een noodzaak. Want op het moment dat de KNVB zegt, of de UEFA of wie dan ook zegt, van je mag de spelers van elkaar weghalen, is dat de allermooiste oplossing. Maar op het moment dat ze toch spelers weg willen halen, hebben we vergoeden. Terwijl het niet, dat het niet is, een soort van gevonden geld, is dat prima. We bouwen het wel wat verder uit, want we gaan wel gewoon elke week hier op woensdag naar Ajax. Om te kijken wat zij doen, hoe ze het doen, hoe wij het doen. Dus er komen ook Ajax trainers bij ons op het complex. Om te kijken hoe wij met onze middelen dat toch voor elkaar krijgen. Ja, en dat geeft aan beide kanten natuurlijk wel wat winst. Dat doen we ook nog wel bij andere clubs om te kijken, maar bij Ajax voornamelijk in alle geledingen. Zijn die middelen het voornaamste verschil tussen de beide opleidingen? In Ajax heb je een overdekt kunstgrasveld, dat soort zaken allemaal voor de jeugd. Kunnen met elk weertype kunnen ze spelen. Jullie moeten creatief zijn. Jullie gaan ook daar bijvoorbeeld verbouwen. Is de bedoeling opnieuw te breggen? Wat zijn de voornaamste verschillen? Ja, het voornaamste verschil is dat er natuurlijk veel meer mogelijkheden zijn. Op het moment dat wij 2 scouts aantrekken, doen zij er 20 als het ware. Ja, dan kan je ook veel meer zien. Ja, dat is op alle gebied. Als wij 1 trainer op een elftal hebben, zijn er misschien wel 3. En dan, wij proberen dat allemaal in te vullen met assistenttrainers die vanuit scholen komen, dat soort zaken. Maar wij moeten creatief zijn en creativiteit loont ook. Hè? Want soms kan heel veel geld ook wel een beetje gemakzucht of luiheid bewerkstelligen. Dat doen ze hier natuurlijk niet, want ze bewijzen het al jarenlang dat ze in de wereldtop zitten wat jeugd betreft. Maar ik denk dat wij ook al jarenlang bewijzen dat we talentvolle spelers in Rotterdam in de omgeving hebben die bij ons ook het eerst zelf kunnen halen. Kan het een nadeel zijn dat Ajax bij jullie spelers weg gaat halen, terwijl die bij Sparta door kunnen breken en miljoenen op kunnen leveren? Bijvoorbeeld een Dervişoğlu, Van Drongelen, Strootman, noem ze allemaal maar op. Als die in de toekomst bij Ajax gaan spelen, dan zou je zeggen, ja, dan verdient Sparta er veel minder aan dan dat ze nu doen. Of is dat niet zo? Dat klopt, maar dat is altijd zo geweest. Want in de lichting van Strootman, die ging ook voor, wat ik begreep, voor een appel en een ei, als je het zo mag noemen, weg. En die leveren later natuurlijk geld op het moment dat ze verkocht worden naar buitenland. Omdat er altijd opleidingsvergoedingen of solidariteitsbijdragers, of hoe je het ook wil noemen, daarvoor betaald moeten worden. Ja, wij houden ze natuurlijk ook liefst tot het eerste elftal. Alleen de geschiedenis wijst uit dat bijna onmogelijk is. Houden jullie wel je eigen identiteit bij de opleiding? Is het niet zo van dat jullie gaan opleiden voor Ajax? Nee, nooit voor Ajax. Helemaal niet. En dat is ook helemaal voor geen enkele club. Want we willen ze zo lang mogelijk houden. En Ajax heeft gezegd, ja, we willen het beperken. Want toen ik bij Mark kwam en zei van, ja, je wil nu 5 of 7 jongens bij ons weghalen per jaar. Dat vind ik wel heel veel. Toen zei, laten we aan tafel gaan. Laten we daar afspraken over maken. Nou, dat heeft hij gedaan. Dus wat dat er gaat, is dat helemaal top. Ja, ik snap niet, er is niet iemand in deze wereld die zegt van, deze deal zou ik nooit sluiten. Maar als Feyenoord nou 7 spelers weg wil halen bij jullie volgend jaar? Ja, dat hebben ze vorig jaar geprobeerd. Ja. En dan halen ze bij onze onder 8, willen ze er 5 weghalen. Onder 8. Dan zijn ze net 2 maanden bij ons binnen. Ja, dat moeten we beperken. Maar ik vind dat het sowieso beperkt zou moeten worden dat je spelers bij elkaar weghaalt in Nederland. En dat je zo lang mogelijk bij je club kan laten komen. En dan op 18-jarige of 19-jarige leeftijd, als ze debuut hebben gemaakt,
kunnen ze het ook kopen. Maar zijn jullie daar ook met Feyenoord bijvoorbeeld in gesprek over zo'n soort samenwerking? Nee, hebben we in het verleden zijn er wel gesprekken geweest. Hè. Toen Leo Beenhakker nog bij ons was, heeft hij gesprekken gevoerd met Feyenoord. En in het verleden ook al met PSV gesproken. Maar dat is op een heel andere basis. Die willen gewoon eigenlijk veel minder. En Mark wil helemaal niet zoveel. Hij geeft gewoon. In hoeverre, wat vind jij van het van Henk van Steen, de uitspraken dat hij over het geld, de 1,3 miljoen voor de opleiding, dat dat ook geïnvesteerd kan worden in het eerste elftal? Wat vind jij daarvan? Dat heeft Henk nooit zo gezegd, want het opleiden zit in het DNA van Sparta, dat levert heel veel geld op. Sterker nog, ons bestuur en ook de directie en zo, die willen heel veel uitbreiden. We gaan miljoenen stoppen in de verbouwing op te brengen. En ja. Dat is om onze jeugd op een niveau te houden. Wat doorstroming betreft is natuurlijk altijd het allerbelangrijkste. De lat moet hoog, we liggen in de Eredivisie, dus we zullen er geen 4 of 5 per jaar meer door kunnen laten stromen naar het eerste elftal. Maar we doen er alles aan om datgene wat we in het verleden ook al hebben gedaan, daar waar we veel geld mee ophalen, om dat weer te bewerkstelligen. Dus Henk heeft nooit gezegd, de jeugdopleiding moet geld naar beneden. Sterker nog, heeft gezegd volgens mij dat er juist bij moet en dat er een grote sponsor bij zou moeten hangen. Want kan je uitleggen hoe vind jij dat het nu gaat? Zit er weer een Wijnaldum, een Strootman, een Davy Sjoglu is nu verkocht, Agge is verkocht. Zit dat er ook weer aan te komen? Altijd. Sparta is gewoon dusdanig jeugdopleiding al jarenlang. Langs de jeugdopleiding al hebben. Ik weet niet, je bent heel jong, maar als je 15 jaar terug gaat, waren er ook al spelers die het eerste elftal haalden vanuit de jeugd. Goede spelers, zullen we altijd doen. Het ene jaar zullen er 3 zijn, het andere jaar 1. Maar er komen ook nu weer spelers aan. En als dat niet volgend jaar is, is het jaar erop. En als we volgend jaar niks kunnen vinden, dan moeten we zorgen dat we inventief zijn. Dat we kijken waar we ze vandaan kunnen halen. Maar we moeten gewoon elk jaar spelers aan. Ja, aan de poorten van het eerste elftal of bij Jong Sparta aan kunnen kloppen en dan vervolgens de stap maken. Want ja, de doorontwikkeling van Jong naar het eerste elftal is een hele belangrijke. En daar speelt de trainer en Henk een hele belangrijke rol in.